stapel divers fruit. Een stapel diverse groentes. Hier hebben we peren, uien en knoflook. En nog komkommers. Dus dat is de buit van verse groenten en fruit. En dan hadden we nog een kist of 10 vers vlees. En dat hebben we allemaal ingevroren. Klanten van de voedselbank in Noord-Holland-Noord hebben deze week geluk. De Aldi in Nieuwenidorp moest gisteren plotseling dicht na een ernstig probleem met de vloer. De vloer was omhoog gekomen door de hele winkel heen. En dan gewoon een gang van een meter breed, zeg maar. Ik zei net al tegen de collega's, het leek wel of er een mol erheen gekropen was. En hij was een centimeter of 5 gestegen en de tegels waren los. De vriezen stonden scheef. Hele vreemde situatie. Wat er precies is misgegaan, is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval komen klanten voorlopig voor niks. Kwam u boodschappen doen, mevrouw? Eigenlijk wel, ja. Maar ik weet van niks, zeg. Ik was hier nog vrijdag en toen heb ik gewoon boodschap gedaan. Oh, oké. Okay. Oh, nou. Jammer dan. Ja. Ze hebben het niet gezegd. De vloer komt een beetje omhoog. Oké, okay, nou ja. Prima. Ja. Ik ga weer gauw, hoor. Okay. Dag. Er zijn zeker meer mensen die het niet weten. Ja. Gelukkig vond de manager weggooien zonde en belde hij de voedselbank. Alle bederfelijke waar ging regelrecht naar het depot. Nou, de verse spullen moeten gewoon op. Dus het is best kans dat je morgen 5-6 artikelen meer hebt dan gebruikelijk. Ja. Dus dat is een bofweek? Dat is een bofweek inderdaad, ja. En met mooie spullen. Ja. En voor u extra werk? Nou, dat hindert niet. Daar zijn wij voor. Hoe meer werk wat dat betreft, hoe liever. Wanneer de Aldi in Nieuwenidorp weer opengaat, is nog niet bekend.